wel op internationaal topniveau bezig. Maar je mag ook nog steeds gewoon meedoen aan het EK onder 23. Dat gaat ook weer gebeuren dus. Ja, dat gaat ook weer gebeuren dit jaar in Griekenland, in Athene. Daar mag ik nog steeds aan meedoen. Ik ben nog jong genoeg. dus dat gaat in juli. Daar zijn dan de wedstrijden in juli. En dan gaan we kijken weer hoe het er dan uit gaat zien. En we gaan in ieder geval voor de titels daar weer. Ja, ga je daar alles weer doen zoals je dat ook op het WK deed? Denk het wel. Ik denk dat ik weer aan alle vier de onderdelen ga meedoen. Ben je ook al een beetje over nadenken, Rio, of je dan ook alles gaat doen of wat je toch beter dan op één of meerdere onderdelen kunt richten? Dat weet ik eigenlijk nog niet hoe dat eruit gaat zien, want sowieso vervalt de 500 meter daar. Maar ik denk als jij je plaatst voor de teamsprint en dan plaats je automatisch voor de rest van de onderdelen, dus de sprint en de keier in, dat ik daar dan wel van start ga, ja. Veel mogelijk kansen op goud pakken natuurlijk. Ja, daarom, ja. Dan nog even, ja, er komt ook een nieuw evenement aan, de Europese Spelen. Dat zou ook heel leuk hebben gepast komende zomer misschien voor jou, maar daar is geen baanwielrennen. Nee, klopt. Ik zag het tijdens het WK. Er werd een reclame gemaakt. Maar het baanwielrennen, ja, die mag daar niet aan deelnemen. Dat is wel heel erg jammer. Maar het komt nog wel.